De nieuwe directeur. Ik zag allemaal vrolijke gezichten. Ja, we zijn ook erg blij met Paul. We hebben hard gezocht, veel gesprekken gevoerd. En ik denk dat we met Paul gewoon de man hebben die ons de komende jaren verder kan brengen. Wat je meteen merkt is rust, ervaring. Rust, ervaring. Hij heeft het allemaal al een keer gezien. Hij heeft meerdere clubs gezien. Ik denk dat hij snapt hoe hij het spelletje moet spelen. Ook richting het technisch gedeelte denk ik dat hij weet hoe hij dat moet doen. En dit is wat we nu nodig hebben. En ook een man die weet wat saneren is. Ook niet onbelangrijk hier. Ja, nou is natuurlijk wel een groot deel van de sanering al gebeurd. Eigenlijk moeten we weer gaan bouwen. We hebben natuurlijk nog een belangrijk dossier. Dat is de schuldsanering met de gemeente en met een aantal partijen. Die gesprekken die verlopen constructief. Moet je ook niet overhaasten. Dat hebben we van de zomer geprobeerd. Dat werkt niet. Moet mensen ook de tijd geven om het allemaal te begrijpen. En daar zal die zeker een rol in spelen. Maar kijk, dat moeten we toch de komende maanden afronden. En dan moeten we weer gaan bouwen. We moeten gaan bouwen. We moeten ophouden met saneren. Ja, maar toch eventjes nog over de huidige situatie. Als ik mijn moeder vanavond moet vertellen hoe het ervoor staat. Hoe penibel is de situatie nog? Ik heb de situatie van de zomer meegemaakt. Toen was het penibel. Toen waren we gewoon failliet. Technisch gesproken is gewoon een onderneming op dat moment failliet. Met heel veel inspanning, met toezegging van de nabers. Ik weet dat ik dat niet goed uitspreek. Dan word ik altijd meer gecorrigeerd. Oh, dat doet u netjes hoor. Dan gaat het beter. Ja. Hebben we natuurlijk de zaak gered. Kantje boord. Dat was echt kantje boord. Het traject richting de KNVB hebben we rechtgetrokken september, oktober. Was ook best heel kritisch. Maar uiteindelijk normaliseert alles. Het aantal dossiers is opgelost. Mensen beginnen weer te ademen. Het grote dossier is nog de schuldsanering. Maar goed, ook daar hebben we tijd van leven. Het valt niet om overmorgen. Nee, maar toch denk ik dat promotie zeer wenselijk is. Promotie maakt het voor ons allemaal een stuk makkelijker. Noodzakelijk ook misschien? Nee. Financieel nee. We overleven nog een tweede jaar. Eerste divisie, daar hebben we rekening mee gehouden. De verwachtingen zijn zo groot. Het is zo'n grote club, merk je. Als je hier rondloopt, we willen heel graag. Aan de andere kant, we komen van zo ver. We hebben een nieuw elftal samengesteld, nieuwe gezichten. Als we niet promoveren, moeten we gewoon realistisch zijn met elkaar. En gewoon rustig verder gaan. Rustig verder bouwen. Geen domme dingen doen. Geen grote aankopen doen. Geen idioterij, die in het verleden wel eens gebeurt. Rustig verder bouwen. En goed blijven uitleggen aan iedereen. Ja, dus resumerend, geen drie nieuwe aankopen deze winter. En geen trainer die de laan uit wordt gestuurd. Nee, dat moeten we niet meer doen. Nee. En dan treedt Van der Kraan aan, straks in april als alles hopelijk eerder, zegt hij zelf. En dan kunt u ook wat rustiger ademhalen en wat meer naar lucht happen? Ja, want ik heb ook een eigen bedrijf en dat ontwikkelt zich ook zeer, zeer stormachtig. Ja. Dit heeft heel veel tijd gekost. Ook mijn collega Koen heeft er heel veel tijd in gestopt. Het zou goed zijn als het wat minder wordt. Dit moet je eigenlijk een beetje met frisse tegenzin doen, lijkt me. Ja, dat zeg je heel goed. Wij zijn ook op zoek naar collega-commissarissen. Ook daar nemen we de tijd voor. Hè. Er zijn best veel mensen die zich aanmelden, maar die moet je dus niet hebben, vind ik. Je moet dit eigenlijk met een zekere tegenzin doen. Ja. De nieuwe commissarissen... Het gaat om de club. Het gaat om de club. Het gaat niet om jezelf. Nee, dat weet ik. Maar u hebt hier de afgelopen jaren rondgekeken en er is een wisseling van de wacht geweest, ongekend. We zitten bijna elke half jaar met nieuwe commissarissen of nieuwe directeuren aan tafel. Een belofte is moeilijk, maar hebt u het gevoel dat het nu in ieder geval de komende twee jaren rustig kan blijven hier? Dat gevoel heb ik wel, maar ik ben vaker verrast. Toen ik hier begon dacht ik, het is gewoon een normaal bedrijf, maar dat is het niet. Een BVO is niet een normaal bedrijf en Twente is ook nog eens een hele bijzondere, is een hele grote club, dat merk je. En er gebeuren soms dingen die verrassen je. In die zin waren wij onervaren, we zijn nu een beetje ervaren. Met Paul erbij denk ik dat we ons team heel erg versterken. Het zou nu toch goed moeten gaan. Op een goede samenwerking dan maar. Ja, dankjewel.